Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Dus wat schrok je daarvan? Nou ja, je doet de radio uit. Ik denk, oh, je wordt gebeld of zo. En ineens begin je een hele goedemorgen. Ik denk, oh, oké. Okay. Dus nou ja, weet ik niet. Ik schrok even. Gisteren zijn we niet op stal geweest, want toen hebben we de zaak verhuisd. En ben ik naar een feestje of iets gegaan. We zijn nu onderweg naar stal. En gaan we de paardjes lekker op de wei zetten. Die hebben we vrij vandaag. Ja, ja. Het is nu ook wel lekker weer om ze op de wei te zetten. Het is niet te warm, niet te koud. Dus helemaal hoppy-toppy. Oké, ik heb Lolly nu van één kant gezien en daar was ze schoon. Dus ik ben nu heel benieuwd naar de andere kant. Kijk, deze kant is schoon. En ik durf niet te kijken. Oké, ik ga nu tegen de zijkant aan. Ze is schoon. Ze heeft alleen dit. En dat was van gisteren op de wei. Lolly! Oh my god. Ik ga even vandaag logeren. Maar ik zou eigenlijk gaan rijden, maar het wordt te warm. En mijn dekje ligt in de trailer. En dat is verlopen. En ik ben lui. Dus we gaan lekker logeren. Dan gaan de paarden in de wei. En dan weet ik nog niet. Ga even kijken. Nee, psst, kom. Door. Goedemorgen, het is 5 uur. We zijn op weg naar stal. Want, oh, het is vroeg alweer. Ik heb wel heel veel zin in. We gaan naar het strand toe met de paarden van Chardon. Echt heel veel zin in. Gaaf, heel gaaf. Wel vroeg, maar dat hoort natuurlijk bij. Want paarden mogen maar tot 9 uur op het strand, volgens mij. Hoort erbij, volgens mij. Dus wij zijn onderweg naar z'n strand. Jij gaat met hondjes lopen. Ja, het is extreem warm. Dus dan is het handig om de dieren voor vroeg uit te laten. Ja. Ja, ik wil jou ook wel filmen hoor. Zo. Blauw. Ja, dat helpt ook niet echt. Ja, precies. Dat helpt niks. Ik weet niet wie mijn kind is. Ai! Wat spetter jij? Mooi. Welkom bij Tessa aan de keuken. We gaan paardenijsjes maken. Ik heb alleen appels en water. Meer niet. Dus ik hoop dat dat genoeg is in principe. Ik heb ook van die leuke ijsvormpjes. En dan kijken of ze dat lekker vinden. Doe voorzichtig met messen. Ik ben oud genoeg. Maar als je wat jonger bent, pas op. Messen zijn gevaarlijk. Paarden mogen ook klokhuis natuurlijk. Dat is wel fijn. Ik kan hier ook iets moois van maken of zo. Ik ga kijken of hier erin kan. En hier is een dingetje. Ik kan hier heel weinig in. Ik denk echt dat ik aan één appel genoeg heb.
Ja. Oké. En doe je hier water bij en dan zet je het zo weer in. Dan bam. Je moet wel goed passende appelstukjes hebben, want anders lukt het niet. Het zijn hele eerlijk. Kijk, dit past zo. Ik moet hier dadelijk weer water bij. Dan pakken we nog eentje. Goed. Sorry. Goed passende appelstukjes. Dan halen we deze erin. Kijk, dit past ook. Oké, naar de vriezer toe. Kijk, dit is onze mooie koekvriezer. Oh, ik zet deze op de grond. Jessie ging net schrikken van mij. Kijk, wil je ook ijsje? Is niet voor jou. Even kijken waar het is. Wat? Tegen de camera. Oké, okay, deze dan zo. Deze doe ik even opzij. Ga ik morgen lekker opeten. Jessie, nee! Doe hierin zo. Hats flat. Tessa, de vreselijke ganzenverjager. Ze is er niet heel goed in. Het is weer tijd om paarden eten te geven. Nee! Jassie lust ook. Nou ja, er zit niks verkeerd in. Nee. Krijgt ze wel extra spier van de spierkracht. Het is allemaal op natuurlijke basis. Ja, precies. Hola. We are with the gang. Gang, gang. Zit je maar aan te kijken? Lonnie is lekker aan het grazen. We zijn net aan het stappen. Want dat moet ook gebeuren. Ik heb zo les. Ik heb geen idee op wie. Geen idee van wie. Misschien moet ik op Ivy. Misschien op een paard van hun. Ik heb geen idee. Dat zien we zo wel. Maar nu gaan we lekker. Oh, komt een hond aan. Lekker stappen. Blondie eet boom. Nee, Blondie. Boom eten. The sun is shining. Kijk, daar zie je mijn ogen mooi. Blondie, Ivy en zo staan weer op stal. Ik heb net lekker gereden op de Jimmy. Ik heb net lekker gereden op Jimmy. Ik vond het fijn dat ik weer eventjes mocht rijden. Ondanks dat Blondie ineens heeft besloten om zichzelf te verstappen. Waardoor... Ik ben blij dat het niet iets ergs is. Maar of ik er blij mee ben, is iets anders. Dus ik ben blij dat ik weer eventjes mocht rijden. Morgen gaan we naar stal toe. Maar eerst even lekker slapen. Blondie heeft de plannen veranderd. Blondie laat nu mij uit in plaats van ik haar. Jee. Ja. Zullen we het gastjes gaan happen? Nee, we hebben geen tijd voor vandaag. Jawel. Ja? Oh. We hebben nog 1 uur. Nee. Misschien kan je iets meer vertellen. Oh. Bijvoorbeeld... Het is vandaag donderdag. Dat ze morgen gaat ze naar de dierenarts. Morgen gaat ze naar de dierenarts toe. Voor nog een inspuiting. Dan ga ik ook vragen of ze meteen een sokje eraf willen scheren. Want ze hebben alles eraf geschoren behalve de sok. Ja, ik heb toch gewoon je scheerapparaat meegenomen. Oh ja, kun je het gewoon lekker zelf doen. Nou, ik denk dat ze dat niet afscheren. Omdat sommige mensen helemaal in love zijn met sokken van hun paarden. Ik vind het lelijk. Wat ga je vandaag doen? Ik ga vandaag... Het vierspan waar Bram Nederlands kampioen mee is geworden. Die gaat voor een extra check-up. Wordt hij door de dierenarts gevraagd? Hey, haas! Hey, Jassie. Oh, hond is gelukkig. Eentje die een haas gaat vangen, mislukt. Oké, okay, ga verder. En ja, daarmee mag ik helpen, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En gaan we niet filmen? Nee. Dus ik ga vlog naar de horstak toe met een shoe. En ja. Nou, ochtendgrasjes happen. En zo weer verder wandelen. Kijk, Jassie is ook mee. Jessie is ook mee.
Jessie. En die houdt veel van liefde. Moet je er gewoon even. Full contact liefde ook vooral. Voor de mensen die zich afvragen, dit is een flatcoat. Ik had altijd de vraag van, wat is het voor een hond? Een flatcoat. Een hele mooie. Nee? Ja. Een beetje gekke. Nog een grashond. Ja, ze is uit een bijzondere lijn. Ja. En een lijn die niet zoveel voorkomt in Nederland. Dus ze krijgt nog een nestje. Ja! En dan gaan wij één pup houden natuurlijk, hè. Dan houden wij Jassie in huis. Jassie ook als. Ja, precies. Ook als ze ooit besluit richting de hondenhemel te gaan. Flatcoatjes worden we zo 10 jaar of zo. We dachten ook van Alice. Nog een keer? We dachten ook van Alice dat ze een paar jaar geleden pijp uit zou gaan. Nou. Maar ze leeft nog steeds. Ja, ze doet het goed. Alice doet het heel goed. Omaatje. Ja. Die heeft wel vandaag rustdag. Die heeft oma-dag. Ja. Oude lullendag. Ja, zo heet dat op het werk. Ben je nou uit Jessie een kusje geven, of niet? Nou, ik weet niet of paarden zoentjes geven.